Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Zoals we iedere maand doen, gaan we ook in deze video kijken naar crypto, de laatste nieuws, hoe het is gegaan met de koersen de laatste maand en kijken ook naar mijn crypto-portfolio bij Coinmers. Maar laten we dus beginnen met crypto en pakken we dan de bitcoin-grafiek. En dit is de grafiek eigenlijk van de laatste drie maanden. Een tijdje geleden, begin drie maanden, zaten we nog een beetje rond die 24.000 dollar. Af en toe nog een beetje omhoog, maar langzaamaan. Af en toe een daling gezien met wat flinke stappen naar beneden. Ook af en toe omhoog, maar vooral eens over, het, over de hele term, de termijn. Eigenlijk dus vooral naar beneden. En het is denk ik vooral interessant om dat ook vooral te gaan vergelijken met bijvoorbeeld de SP 500. En als we dat doen in dezelfde uh, schaal is dit, procentueel gezien. Dan zien we eigenlijk dat in die laatste drie maanden in ieder geval de SP. 5% is gedaald. Terwijl Bitcoin bijvoorbeeld 12% is gedaald. Dus wat we eigenlijk hier um, heel kort kunnen zien. is dat op dezelfde momenten. wordt er op beide markten ergens op gereageerd. maar niet in dezelfde verhouding. Dat zie je bijvoorbeeld. met uh, dit soort momenten. Hier zie je een flinke daling. bij de SP. en ook bij crypto. Um, hier zien we af en toe wat stijgingen. terwijl dat hier toevallig niet weer is. Maar op sommige momenten. op de moment dat. ja, bijvoorbeeld de SP grote stappen maakt of grote verspringingen heeft, zien we dat eigenlijk ook gebeuren bij crypto. En het is dus denk ik zo dat beide markten op dezelfde dingen, op dezelfde data reageren, maar wel op een andere manier of heeft een, een andere impact in ieder geval. Ik denk dat vooral de laatste tijd rentes heel belangrijk zijn voor beide markten, inflatie heel belangrijk is voor beide markten, economische cijfers, is er groei, is er geen groei bijvoorbeeld. Dat zie je denk ik hier goed terugkomen. En zoals ik al vaker heb gezegd, in het verleden was het zo dat Bitcoin juist anders reageerde dan de beurs. Maar eigenlijk de laatste tijd zien we dat het dat juist een beetje hetzelfde is. Omdat het steeds volwassener is geworden. Veel meer grote investeerders erin zijn gestapt. En dat zorgt er gewoon voor dat beide markten ongeveer op hetzelfde punt zeg maar, reageren. Alleen dus niet in dezelfde mate zoals we hier zien. We zouden dat ook nog even kunnen vergelijken door bijvoorbeeld Tesla erbij te zetten. En dan zien we denk ik ook op ja, een beetje soortgelijke... Uh, bewegingen sprongen op dezelfde momenten. Behalve voor Tesla is het eigenlijk dat het eind september een beetje was. Dat toen de koers flink is afgeweken van zowel de beurs in het geheel als crypto. Ik denk dat het een beetje heeft te maken met op die datum ongeveer werden de. Uh, niet de kwartaalcijfers bekend, want die werden volgens mij hier ergens bekend. Maar wel de leveringscijfers bekend. Dus we kunnen eigenlijk zien dat. Zowel crypto als de SP 500, de Amerikaanse beurs, als eigenlijk een beetje op dezelfde manier reageren. En dat heeft, denk ik, vooral te maken met het sentiment onder beleggers. Want kijken we naar de Fear and Greed Index wat betreft crypto, dan zien we op dit moment een score van 31. Um, gisteren was dat 34, een week geleden was dat 20, en een maand geleden uh, 20, en een week geleden 22, zou moet ik zeggen. Dus we hebben wel wat. Verbeteringen gezien. Het sentiment is wel wat beter. Maar altijd nog in het gedeelte van fear. En dus niet richting neutraal of greed of extreme greed. Kijken we naar beneden, dan zien we ook uh, de ontwikkeling. Eigenlijk het laatste jaar. Uh, vorig jaar zaten we nog wel in dat heel erge uh, greed of extreme greed. Ook bij aandelen was dat het geval. Af en toe wel wat momenten. Maar eigenlijk de laatste tijd, de laatste maanden. Zoals we net ook in die grafiek zagen. Zien we dat de koers redelijk stabiel ligt. En dat heeft er ook vooral mee te maken dat er eigenlijk weinig. Wisseling is in het sentiment, al zien we wel een klein beetje verbetering sinds eind oktober. En dat zagen we straks ook trouwens in de koers van de SP en ook een beetje wat betreft crypto. Dat het toch wel weer een beetje beter wordt, dat zien we hier ook aan het sentiment. Het sentiment bij aandelen is daarentegen wel weer ja, heel anders. Kijken we op dit moment, daar zitten aandelen echt alweer in greed. We hebben natuurlijk. Het derde kwartaal is afgesloten, dus heel veel cijfers worden bekendgemaakt. Kwartaalcijfers van bedrijven, daar kunnen we echt meten hoe het gaat met grote bedrijven. Sommige bedrijven werden, hadden hele goede cijfers, zagen ook terug in de koersen. Andere bedrijven, denk aan Meta, eh, Google, Amazon, werden behoorlijk afgestraft. Maar over het algemeen gaat het dus best wel goed met aandelen. Zitten we in Greed, een week geleden was dat nog 48, was het een beetje neutraal. Een maand geleden 15, dus een heel ander beeld dan dat we bij crypto zien, en dat zien we hier ook, waar we eigenlijk bij crypto hier een beetje een stabiele lijn zagen, zien we hier een groot verschil tussen greed naar extreme fear en nu juist weer richting greed. Dus um, het marktsentiment is wel heel anders tussen beide, beide ja, beurzen, zou ik zeggen, Amerikaanse beurs en in dit geval bijvoorbeeld crypto. En dat zag ik ook terug in een poll die ik op mijn Instagram-account had gedaan. Ik vroeg mijn kijkers van hoe zij nu keken naar... Koersen van bitcoin of maar koersen van crypto en hoe zij daarmee omgingen. Ik ontving daar meer dan 2000 reacties op. 2000 mensen die dus aan hadden gegeven hoe ze erover dachten. En daar zagen we dat 53% het nog steeds interessant vindt, ondanks dat de koersen nu stabiel liggen, lager zijn dan een jaar geleden bijvoorbeeld. 36% geeft aan dat ze er op dit moment even niets mee doen kan natuurlijk verschillende redenen hebben. En 12% zegt dat ze volledig zijn uitgestapt. Nou, je kunt natuurlijk uit zijn gestapt... omdat je ook echt zag dat het bijvoorbeeld eind vorig jaar... of begin dit jaar nog echt een hype was... dat je toen misschien je winst hebt genomen... en nu gewoon wacht tot dat we, weer opnieuw begint. Het kan ook zo zijn dat een gedeelte van die mensen... ongeveer een derde er op dit moment niets mee doen. Maar dat heeft er waarschijnlijk eerder mee te maken... dat ze vorig jaar zijn ingestapt. Mensen die niet al lange tijd ermee bezig zijn... Juist vanwege corona tijd over hadden, geld over hadden. En dat is nu natuurlijk totaal anders. Je hebt ten eerste waarschijnlijk niet echt tijd meer over, want je kunt van alles doen. Maar waarschijnlijk heb je ook geen geld meer over. Aan de ene kant, omdat je al van alles kunt doen. Aan de andere kant, omdat we echt met een energiecrisis zitten. Dus veel meer mensen gaan daar veel meer ja, prioriteit op leggen. Dat het gewoon eerst alles in orde is. Voordat je natuurlijk. Ja, geld gaat investeren in aandelen of in crypto. Heel erg begrijpelijk, heel een verstandige keuze lijkt me ook. Maar dat zorgt er wel voor dat een grote groep van mensen dus eigenlijk niet bezig is met crypto. En dat zorgt er denk ik ook voor dat het sentiment ja, vrij stabiel is, vrij negatief is. En we hebben echt weer zo'n moment nodig. En dat kan misschien nog jaren duren, dat het sentiment wel weer echt richting extreme greed gaat. Dat we weer zo'n hype krijgen. Dat zijn... Denk ik wel, dingen die in de toekomst nog gaan gebeuren. Hebben we eerder zien gebeuren, bij zowel crypto als bij aandelen. Dus dat zal ook in de toekomst gaan gebeuren. Want zo is eenmaal het gedrag van mensen. Als iets heel erg in waarde stijgt, gaan in één keer heel veel mensen er interesse in krijgen. Dat maakt het eigenlijk wel interessant voor de mensen. En dus ook voor deze serie, waar we het dollar kost ergens toe gaan passen. Heel veel reacties, dat zien we hier ook. 53% vindt het nog steeds interessant. En heel veel mensen stuurden me ook een DM. Met drie letters DCA oftewel dit zijn de momenten om juist je gemiddelde aankoopkosten, gemiddelde aankoopkoers omlaag te krijgen. Want als jij nog steeds gelooft in hetgeen wat jij een jaar geleden ook doet en de koersen zijn nu gehalveerd, dan zou het ook heel raar zijn, heel stom zijn aan de ene kant om daar niet van te profiteren. Dus dat is ook wat ik ga in deze serie dus weer ga doen. Ik wil DCA toepassen. Ik geloof nog steeds in Bitcoin. Ik geloof nog steeds in Ethereum. In crypto in het algemeen, niet in alle coins natuurlijk, vooral heel veel kleine niet. Maar het idee is eigenlijk: ik denk niet dat het er slechter op is geworden, alleen de omstandigheden van de markt waar mensen mee te maken hebben, zijn veranderd. En daar kunnen we, denk ik, als lange termijn belagers in ieder geval wel van profiteren. Dus laten we gaan kijken naar mijn crypto portfolio bij CoinMerse. Mocht je nog niet bezig zijn met crypto en wil je beginnen, kijk dan ook zeker naar CoinMerse. Maak gebruik van de link onder deze video om een account te openen. En als je meer dan 100 euro stort, dan krijg je ook 10 euro bitcoin gratis. Dus altijd interessant. Gaan we inloggen naar mijn uh, portfolio. En uh, gaan we kijken naar het rendement van de laatste maand, een beetje toen ik de laatste video maakte, dan zien we dat het toen ongeveer 1100 euro waard was. Dat dat nu is gestegen naar zo'n 1220. Dus ook wat we eerder zagen van uh, Bitcoin, die koers zien we on ongeveer een beetje hetzelfde. Mijn portfolio bestaat niet alleen uit uh, Bitcoin, trouwens. Gaan we kijken naar mijn uh, wallets, dan zul je zien dat het een groot gedeelte... Wel in Bitcoin zit. Maar dat is niet het grootste gedeelte. Het grootste gedeelte is namelijk Ethereum. Dat komt denk ik vooral ook dat die de laatste tijd iets meer stijging heeft gezien procentueel gezien dan bitcoin. Uh, volgens mij was de laatste keer namelijk Bitcoin nog de grootste, maar ongeveer 540 euro, 520 euro. Cardano dan de coins, 100 euro die ik zo meteen in ga zetten. Polkadot en Dogecoin. Um, ik geloof wel flink wat verbeterd in de laatste week, maar over het algemeen nog altijd flink in de min. En zoals ik toen ook al zei, dat was puur om te laten zien als je in een coin investeert. Ja, die niet echt iets te bieden heeft, vind ik. Meer een meme coin. Nou, dat zien we het effectje van. Laten we trouwens ook nog even gaan kijken naar de bots. Kijken hoe die het hebben gedaan. Want wat me daarop viel. Is dat die namelijk eigenlijk in deze markt die vrij stabiel ligt. Niet heel veel rendement maakt. En eigenlijk ook gewoon verlies leiden. Ik zit nog steeds eigenlijk te wachten tot het goed gaat met de markt om te zien hoe ze dan reageren. Maar dat moment is nog steeds niet aangebroken. We zien inmiddels dat de meest agressieve bot wel wat heeft kunnen profiteren. Vooral in de laatste 24 uur zien we hier een positief percentage. Dan zouden we voor de algemeen 4% in de min. De defensieve zelfs 16% in de min. En de neutrale 10% in de min. Maar we gaan dus op deze maand opnieuw 100 euro investeren. Juist met het idee van dollar kost everything. Oftewel het middelen. Van de inleg, ook nu weer 100 euro in de maand, juist omdat ik erin geloof op de lange termijn. En als we opnieuw gaan kijken naar mijn crypto-portfolio, doe ik dat weer in de drie cryptocurrencies die ik heb, waar ik het meeste over weet en het meeste vertrouwen in heb. Ik wil er wel weer eentje toe gaan voegen, maar dat zal iets zijn van de komende maanden. Nu zal ik in ieder geval zo de verdeling gaan doen dat we 40 euro in Ethereum doen, 40 euro in Bitcoin en 20 euro in Cardano. En nadat ik de aankoop heb gedaan, ziet mijn portfolio dan er als volgt uit. Uh, we zien hier alles wel behoorlijk in de min staan. Maar dat is eigenlijk heel erg logisch, zou ik zeggen. Maar ook een beetje de bedoeling van deze serie. We laten het zien als het goed gaat. We hebben heel lange tijd gezien dat het goed ging. Vooral toen deze serie begon, begin vorig jaar. Nu gaat het minder en dat wil ik natuurlijk ook laten zien. Want dat geeft tenminste een eerlijk beeld van hoe het gaat. En hoe we ook omgaan met bepaalde situaties. Um, als we gaan kijken, dat zien we misschien op de homepagina, Als we de grafiek pakken vanaf het begin. Zoals gezegd, dat was volgens mij begin vorig jaar, begin 21, uh, 2021, dat ik begon. Hebben we hebben natuurlijk hele lange tijd ingelegd, maar ook met de koers ging het natuurlijk heel erg goed. Pakken we Bitcoin erbij in de laatste vijf jaar en zetten we heel even de andere twee halen we weg, dan zien we eigenlijk dat we ongeveer hier begonnen zijn met beleggen, dus uh, met in crypto-niveau. In dus het lange tijd hebben we flink wat stijgingen meegemaakt. Maar dat betekent nu ook dat de meeste inleg op deze hogere punten is geweest. Dus aangezien we nu weer hier beland zijn, staan heel veel dingen in de min. Als we verder uitzoomen, zien we vaker stijgingen. Dus um, laten we hopen dat die in de toekomst nog een keer komt, als er wel weer heel veel mensen in geloven. En dat is denk ik ook wel een beetje belangrijke. waar je bij aandelen wel heel goed een waardering kunt maken op basis van wat er verdiend wordt door een bedrijf. Is dat van crypto gewoon veel moeilijker. Dus je moet het daar vooral hebben van het sentiment en ook daar goed mee om kunnen gaan. Um, het wordt heel veel gebruikt, maar het is gewoon heel moeilijk of bijna onmogelijk om er ook echt een waardering aan een bepaalde coin te hangen. Tenminste, ik zou niet weten hoe het moet als jij het wel weet. Laat het vooral weten in de reactie onder deze video. Maar dat was in ieder geval weer mijn crypto-portfolio op dit moment en hoe ik er tegenaan kijk. En vooral ook denk ik hoeveel andere mensen er tegenaan kijken. Hoe het sentiment onder de beleggers, onder de crypto-beleggers is. Heb je nog tips, feedback of wil je iets anders delen? Laat het vooral weten in de reacties onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien? Ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. In de toekomst wil ik jou bedanken voor het kijken. Hop ik jou bij de volgende video weer te zien.